is vrijdag en ik ga naar Amsterdam. Hoppa! Hey, wie hebben we daar? Wie hebben we daar? En ik ga naar de kapper toe. Ik ga naar Rob Petom toe. Voor de tweede keer, tweede ronde, tweede vlog. Want mijn haar moet lichter. En Noors is ontzettend aan het knorren. En ik ga Noors nu even naar de oppas brengen. Dan ga ik Annemarieke oppikken. En dan gaan we samen gezellig naar Amsterdam. Zeg het mee naar de kapper. En als we tijd over hebben, gaan we natuurlijk nog even een klein shopje wagen. Ik hoop dat jullie mij überhaupt kunnen verstaan met dat geknor van Noors. Hey, ouwe knorrie. Maar ik neem jullie vandaag mee. En ik hoop jullie vandaag het resultaat te kunnen laten zien. Wat ik de vorige keer aan jullie had willen laten zien. Hi knorrie. Noorsje die zit altijd hier voor bij mij in de auto. Het liefst zit hij hier op de stoel. Alleen dat werkt niet echt. Want elke keer als ik op de rem sta, dan ligt hij weer op de grond. Heb je horloge? Held! Ik heb hem zelfs om. Hey Chickie! Nou, dit is echt voor het eerst dat je gewoon klaar staat. Oh mijn god, hebben we dezelfde trui aan? Nee, ik heb van Philippe K aan. Hi schat! Hebben we er zin in? Ik heb er super veel zin in. Waarom piept dat ding zo? Adorien. Wacht even. Ik wil even zeggen tegen je volgers. Hoi volgers! Hoi! Hallo! Oh mijn god. Rust aan de kop. Rust? Ja, door dat de pieping. Nou, Arnie is er dus... We kunnen maar gaan. Zo, we zijn in Amsterdam aangekomen. Het was kantje boord, want we reden bijna het water in. Nee, dat is niet waar. We moesten inparkeren, maar langs de gracht zonder dat er een hekje of iets voor zat. Dus het voelde een beetje spannend. Maar het ging allemaal goed. We lopen nu naar de kapper toe. En Annemarieke die gaat nu even mijn outfit filmen. Jas van Bankje. Ja, van Philippe K. Jeans van H&M. En mijn nieuwe laarsjes van Isabel Marant. En die heb ik van mijn... Lieftallige vrienden. Van mijn lieve vrienden van 786 Fridge. Hele toffe winkel. En een tas. Gucci. Prada. Dus dat was mijn outfit. En nu ga ik blond. Beetje blond. Beetje blonder. Beetje blonder. Niet super veel blond. Niet zo blond als Arnie. Maar wel een klein beetje blond. Tikkeltje blonder. Ik denk 2 tintjes lichter dan dat ik nu heb. Ik ga jullie meenemen in dit proces. Dus zoals ik vanochtend al zei, ik hoop jullie een mooi resultaat te laten zien. Ja, zo meteen. Zo, nou, we zitten nu al in de stoel. Bij Rob Petom. We hebben bij Rob Petom op de Elandsgracht. Stuk lichter. We gaan namelijk bewegen. Zoals. Nu komt het. De blond salad. Sexy Lexi. Klopt dat er staat? Tuurlijk staat het. Het komt helemaal goed. Zo, nou, ik zit hier inmiddels al deels in de polies en Michelle die gaat mij kleuren en mooi maken als het goed is. Dus ik ben benieuwd. Nou, alle polies die zitten erin. Ik ben zo blond. Gaan we hoor. Gewoon blondie. Ik ben heel blij, maar ik moet wel fietsen. Ik moet ook wel wennen, want het
voelt een beetje raar. En ik heb er vanochtend natuurlijk een jas aangetrokken waar ik misschien niet helemaal... En dezelfde kleur als je haar. ...optimaal bij staat. Maar ja, ik ben gewoon een blondie. Of wij zijn gewoon blondie. Eerst waren we blondines. Brunette vriendinnen. En nu zijn we gewoon allebei gewoon hartstikke blond. Dit jaar wordt het blond. Maar ik ben echt blij. Ja, ik serieus, blij. Het is voor het eerst dat mijn haar in één keer goed gekleurd is. Dus dank je Michelle, dank je Roberto. Ik ben helemaal blij met jullie. En we gaan nu hier, wil ik op dit bankje een fotootje. Zo, ik ben net eventjes bij het Bord van Beek. Ik heb inmiddels even mijn jas uitgetrokken, want ik vond het toch echt niet staan met mijn nieuwe haar. Kijk, zo, met zwart is het beter. En we gaan nu eventjes snel langs de Hennis. Eventjes... Het is leuk school. Ik ben op zoek naar een legging. Kijken of die er is. En dan gaan we weer met de auto terug naar Hollywood. Ik heb straks een bruiloft van mijn neefje. Dus daar ga ik ook eventjes heen. Als het wat leuks gaat, zal ik jullie meenemen. Anderike, herinner me daaraan bij deze, want dat vergeet ik anders. Wat moet je laten zien als je aan doet? Als ik iets leuks aan heb. Okay. Ik vind het een lekker jasje, wat jij? Ik ook. Gaan we doen? Ja. Ook lekker met je leren broekjes te combineren. Sporty spice. Sporty spice. Love it. Love it. Kijk het alsjeblieft. Dankjewel. Oh jongen, maar ik kan hier ook mijn mond niet open doen hoor. Lukt gewoon niet. Ik heb kiespijn en ik krijg mijn mond niet verder open. Dus ik ga dat toch niet op de film zetten. Wat is de Bijenkorf mooi hè? Alles in de Bijenkorf ziet er op dit moment mooi uit en ik wil echt alles hebben. Maar ja, dat kan niet. We hebben file. Ja, en Roos haat file, dat gaat ze nu vertellen. Ken je dat? Stuur nou na te doen. Nee, want ze creëren gewoon die file. Iedereen rijdt door en dan in één keer gaan ze weer zeggen dat je 50 moet rijden. En dan gaat iedereen weer vol op de rem. En dan komt er weer een nieuwe file en dan rijdt hij door. En dan moet je weer een keer 70 rijden. Dan weer iedereen op de rem. Of idioten gaan dan op de rem. En die creëren gewoon file. Misschien moet je bij de politiek. Nou, het zou echt een goed idee zijn. Als Mark Rutte, als je kijkt. Roos, Moderosa, www.moderosa.com heeft een oplossing gevonden voor de file. Gewoon allemaal doorrijden. En we hebben ook goede muziek gevonden. We hebben een nieuwe artiest. Major. Aan het filmen? Je bent niet eens aan het filmen. Jawel. Oh ja, Major. Dit is ons favoriete lied. Yeah. Komt ie. Stop looking at me like we win it. Hang it around and no pretending. Rock 'em up, stack 'em up, be with you in a minute now. Best believe me, I'ma get it. All that I've been through, can't forget it. But I go hard like a motherfucker and it's twisting now. Keep on, keeping on, keeping on. Gotta keep it on. Keep on, keeping on, keeping on. Yo allemaal, kijken. Yo allemaal, nou. Jongens, ik voel me echt zo blond. Het is echt bizar, want ik vind het echt zo mooi. Alleen, ja, het is gewoon echt compleet anders. Ik ben gewoon een... blondie. Een echte blondie.
Maar goed, ik moest zo straks mega haasten, want we stonden dus in de file. Dat is het laatste wat jullie hebben meegekregen volgens mij. En ik had een bruiloft vanavond en daar was ik gelukkig nog net op tijd voor. En inmiddels ben ik nu thuis. Het is nu 9:30 en Leon en ik gaan even lekker een filmpje kijken in bed en dan gaan we lekker slapen. Het was een lange dag, was een leuke dag en een nieuwe gekke dag met deze gekleurde haren. Ik zou nog eventjes morgenochtend een shot voor jullie maken hoe het in daglicht eruit ziet. Want zo lijkt het wel echt... Ja, het is blond, maar zo lijkt het wel heel blond. Nog even een snelle update in het daglicht. Dit is hoe het eruit ziet. Dus bij deze sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om vandaag weer eventjes een dagje... Of gisteren eigenlijk. Een dagje met me mee te gaan. En nu heb ik wel een mooi resultaat gekregen vanuit de kapper. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer eventjes een dagje met mij en met Anne-Rieke... mee te gaan op pad en dat ik jullie nu wel het resultaat heb kunnen laten zien. Wat ik zelf ook heel graag wou. Laat eventjes weten in de comments wat jullie ervan vinden. En doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Bye! Hi Snoopy! Hi, allerliefste en allermooiste hondje van de wereld. Zo lief. Lig je daar op een sneu kussentje? Zou je alles in de was zitten? Nee. Allemaal in de was. Broodjes, kindje. Zo schattig. Broodjes. Zo schattig in elkaar. Ja.